John de Wolf, ja, zitten jullie nog allemaal in een echte roes? Nee, die roes is uitgeslapen. Nee, ja, weet je, het is mooi. Vooral de ontvangst gisteravond. We kwamen hier terug met de bus en er stonden honderden supporters met fakkels en werden toegezongen. En op de Rijksweg stonden ze boven op een viaduct. En ja, dat zijn de mooie dingen. Daarna zijn we met de spelersgroep, met de staf, technische, medische. Zijn we in de spelershome, hebben we met elkaar gezeten. Er zijn pizza's aangerukt, we hebben gezamenlijk gegeten. Even genieten van het resultaat wat we behaald hebben. En toen zijn we allemaal naar huis gegaan. Vandaag is vrije verzorging. En morgen gaan we de accu opladen voor door het thuis en door het uit. Ja, hoe is er gereageerd in dat spelershome? Zei iedereen, oké, nu gaan we het ook niet meer weggeven ook? De Eredivisie komt? Nou ja, weet je, je praat zo links en rechts even daarover. Alleen gisteren hebben we wel met elkaar duidelijk besproken dat geniet van deze uitslag en van dat we weer een ronde verder zijn. En dat we op 180 minuten van de Eredivisie zitten. En het focussen, dat gaat morgen beginnen in de voorbereiding. En dan gaan de puntjes op de i gezet worden. En dan krijg je twee zware, moeilijke en maar vooral ook mooie wedstrijden tegen Dordt. Vandaag een rustdag, die hebben ze en wel verdiend en dat is ook wel nodig, hè? Even gas terugnemen. Ja, maar je ziet ook, weet je, de jongens, Bukari zie ik net op de bank liggen, wordt verzorgd. Mahi, Galit, Voskamp die aan het trainen is. Het is nu vooral goed laten behandelen met de kleine pijntjes. En conditioneel moet je niet meer gaan trainen, want dat is aan het eind van het seizoen. Alleen, het wordt wel mooier, hè? Natuurlijk. Je hebt allemaal je mooie scenario's in je hoofd. Maar dat zal ongetwijfeld ook in Dordrecht bij de jongens zitten. En we zullen zien. Hè? We lagen eigenlijk al onder de grond. Er hoefde alleen nog maar zand over. En we zijn opgestaan en nu staan we 180 minuten van de Eredivisie af. Had jij dat toch kunnen denken? Want iedereen riep wel misschien in een na-competitie. Wees eens heel eerlijk, hoe stond jij erin? Nou ja, weet je, wij hebben ons altijd, zeker de technische staf, maar ook de spelersgroep, hebben ons altijd voorgehouden, joh, we werken naar de play-offs toe. En we hebben natuurlijk heel veel tegenslagen gehad, mokerslagen gehad. Maar we zijn als staf en als spelersgroep zijn we er wel met elkaar in blijven geloven dat het de play-offs moet gaan gebeuren. En weet je, we hebben ook elke keer tegen elkaar gezegd, ook met Bukari, die moeten we klaarstomen voor de play-offs, want als die daarin fit is, dan kan hij het verschil maken voor ons. En dan is het fantastisch om te zien dat hij ook het voortouw neemt. En dat is ook met een Galit, ook met een Brooijen die ineens opgestaan is. Maar ja, nogmaals, in dit elftal, ik zie geen zwakke punten op dit moment in dit elftal. Het leeft enorm, hè? De kaartverkoop bij beide clubs en ook wel terecht is gigantisch. Ja, we zeiden gekscherend gisteren toen we hier kwamen dat we denken dat het vandaag uitverkocht is. Ja, daar zie je weer hoe groot, hoe mooi deze club ook is. Weet je? En dat hebben we vorige week gezien tegen NEC zaten er 9.500 man. Daarna zaten er geloof ik nog 6.500 tot 7.000 hè, op de tweede helft. Ja, maar dit leeft zo en daar moeten we met elkaar van genieten. En wij moeten ervoor zorgen dat we de mensen in ieder geval spektakel, strijd en passie, hè, want het klinkt allemaal mooi en dat sommige mensen worden daar ook wel eens moe van, hoor ik. Dat we die woorden gebruiken, maar daar valt en staat het wel bij. Weet je, bij Sparta, hier horen Spartanen, hoort mannenvoetbal bij. En dat hebben we de laatste weken laten zien. En voetballend kan en moet het veel beter. Alleen play-offs, finales, betekent overleven en puur resultaat. En, nou ja, daar zijn we goed mee bezig.